Welkom hier bij EA TV voor een spannende wedstrijd. Althans, ja, dat hopen we dan maar. Siert de Vos is mijn naam. Een collega naast me heet Jeroen Guter. Jeroen Guter en ikzelf, Siert de Vos, hebben hier alvast plaatsgenomen achter onze microfoons om deze hopelijk leuke wedstrijd van commentaar te voorzien. Het is AC Milan tegen Burnley. Nou, laat die aftrap maar komen, Siert. Volgens mij wordt dit een heel interessante krachtmeting. En Verratti is de bal kwijt. Ja, fraaie pas hoor. Die moet hangen. Ja, goal. Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Nou, zo makkelijk was dit nog niet hoor, Siert. Moet je kijken. Vanuit die positie slaagt hij er toch in om veel kracht aan die kopbal mee te geven. Dat vind ik heel knap gedaan. Voorsprong zorgt voor stralende gezichten bij Burnley. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Eden Hazard. Kevin De Bruyne. En dan Eden Hazard. De speler werkt de bal naar voren. Michael Ballack. Daar is hulp voor de aanvaller. Kevin De Bruyne. Michael Owen. De bal gaat uit. En dan is het een doeltrap. Claude Makélélé. Vrije trap voor AC Milan. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Dribbelt verder richting doel. Die bal gaat naar Hazard. Eden Hazard met een doelpunt maken. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van twee doelpunten. Pelé. Rodrigo. Verratti. Dat komt bij Pelé terecht. Kylian Mbappé. Ja, een goal voor AC Milan. Dit is een goal van grote klasse. Die willen we natuurlijk nog wel een keer zien. Het begint allemaal met die voorzet die feilloos is. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. En nu snel schakelen voor de counter. Het verschil is minimaal op het doel. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. En we hebben nu een stand van 3-1. Vierde official zegt dat er 2 minuten blessuretijd bij komt. Al vroeg al schept die bal. Verratti. Als het signaal klinkt, pauzeren. We are please remind you that racism will not be tolerated in any form. Defenders will be able to. Tweede helft begint. Hij is weer afgetrapt. Goed van de bal gezet. Michael Owen nu aan de bal. Michael Owen. Ronaldo wordt aangespeeld. Rodrigo. Nog steeds met de bal aan de voet. Ja, en als ze deze maken, komen ze terug. Ja, die zit erin. En dus is deze wedstrijd nog lang niet gespeeld. Het kan nog. Dit is wat je noemt een knappe goal. Nou ja, laten we wel zijn, Siert. Dit is niet best verdedigd. Er worden 2 spelers tegelijkertijd gewisseld. Dat was alweer het 5e doelpunt. 3-2.
Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Al gepast op Hadji. Inworp voor de tegenpartij na die actie. Kevin De Bruyne. João Cancelo. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Rodrigo. Hahaha, hocus pocus. Wat een tovenaar. Puur Mbappé krijgt een open kans. Ja, mooie goal zeg. Wat een geweldige snoekduik. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En Mbappé kan hem erin koppen. Goed geraakt. Ja, hij is onverstoorbaar in dit soort situaties. Dat was het zesde doelpunt van dit duel. 3-3. Burnley laat die bal lekker rondgaan hier. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Wat is dit toch eigenlijk een vlekkeloze aanvalsopzet? Het begint allemaal bij deze heerlijke paas. En dan gewoon uitstekend met het hoofd verzilverd. Wat een zinderende climax in een zinderende wedstrijd. Hey, is dit de beslissing, denk je? Nou, dat zou me niet verbazen. Ze komen laat alsnog op voorsprong en die zullen ze nu wel gaan verdedigen. Er langs en erover. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de bal zo voor zijn voeten terecht zou komen. Maar hij maakte het wel schitterend af. Sensationeel bij. Wat een volley. We vervolgen het duel bij een monsterscore van 5-3. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Er wordt een minuutje bijgetrokken voor de blessuretijd. De VAR is geweken, de bal is weg. Kylian Mbappé. Raakt de bal kwijt na die tackle. We houden er nu echt mee op, zegt de scheids. Het thuispubliek is natuurlijk teleurgesteld door deze nederlaag. Ja, ze verliezen met 2 doelpunten verschil. En laten we eerlijk zijn, het komt niet echt uit de lucht vallen. Ze waren gewoon niet goed genoeg vandaag. En nu is het aan de trainer om een en ander recht te zetten voor de volgende wedstrijd.